Middels het doorknippen van het lint werd de eerste energiebeurs van de energiebedrijven Suriname, de EBS, officieel geopend. De gemeenschap is tot 11 oktober in de gelegenheid deze unieke beurs te bezoeken. Het thema is Energie besparen is de trend. Met dit thema wil de EBS de bewustwording verhogen omtrent energie-efficiëntieproducten, diensten en de implementatie van hernieuwbare energieën. De keynote speaker bij de opening van de beurs was DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons, terwijl de officiële opening is verricht door vice-president Ashwin Adin. De algemeen directeur van de EBS en de DNA-voorzitter Simons waren op één lijn voor wat betreft de aanpassing van de stroomtarieven. Ze wezen er echter op dat er een gedegen plan daarvoor nodig is. Tijdens de rondleiding op de beurs kregen de VP en de EBS-directeur een demonstratie van een systeem dat organisch afval verwerkt tot biogas. De manager van het bedrijf Suriname Green Development Technologies, Samuel Kuik, legde uit hoe het systeem werkt. Het proces is namelijk, wanneer u de gasten voedt, bezinkt hij naar beneden en hij zweeft aan de bovenkant. En in between, daartussen, hebben we de methaanbacteriën die op gang komen en dan de bacteriën doen een paar dingen. Ze rispen op en dat produceert die gas waar hij nu in wil. Dat is de eerste manier. Zij hebben ook een luchtige laagje en dat komt ook weer als gas. En de derde wat ze doen is dat zij overgeven en dat wordt de zeer rijke meststof met een pH-gehalte van 6,3 tot 6,5. En dat kunt u zien aan deze plantjes, de tijerblad, de boulanche, de soepgroenten zijn allemaal van zaad af door ons gekweekt met deze fertilizerstoffen. U bent in de gelegenheid om deze digester te voeden. Gaat u gaan? Totaal alles? Ja, u mag dat dan. Ja, gaat u gaan. Er gaat wat water erin. Het proces van uw water heb je reeds afgenomen. En dan een slokje lekkere groene thee. Directeur IBS, gaat u gaan. Maar wat is dit precies? Dit is allemaal wat we in de keuken gebruiken. Het is gemalen afval, reisafval, sandwiches, het is afvalgroente. Alles wat u gebruikt in de keuken. Wat heeft u knoflook? Meloen, afval meloen, eierschilletjes, alles. Ja, wat water erin. Oké, okay. PP, u mag ook schenken. U mag dat inschenken. En wanneer u schenkt, moet u hier naar kijken. Hij gaat fertilizer geven, als het goed is. Als VP krijgt u de gelegenheid, u hebt de eer om de eerste biogasgenerator in Suriname, de eerste groene generator met bijna zero emission, waarover u zo net hebt gespeeched en ook de voorzitter, die uitlaat is hier geen gasoline, geen diesel, biogas. U mag dit knopje, u mag het op aan, omzetten. Gaat u gaan? U mag het rode knopje indrukken tot de generator staat. U heeft bewezen dat de jonge generatie innovatief kan zijn met de middelen die wij ter beschikking hebben. Maar ook in de nieuwe trend van onze ontwikkeling, schone energie, groene energie, dat we dit hebben kunnen realiseren. Een applaus voor de meneer hoor. Voor deze mensen, het is een bijzondere prestatie en wij zullen zeker met EBS kijken hoe wij hier dit verder kunnen promoten en integreren in wat we al doen. Dank u wel. PP, hartelijk dank voor deze duw in de rug. Dagelijks wordt er tussen de 25 en 50 kub toiletafval gedumpt in de Pararivier. En wij zijn in staat om in 6 maanden tijd EBS, ben ik in staat u te tracteren met 100 kilowatt uit al die wees van de Pararivier. Tot zover een demonstratie van het bedrijf Suriname Green Development Technologies over slimgas. 15 bedrijven doen mee aan de energiebeurs. Die wordt gehouden in het Lalaroek-gebouw en duurt tot 11 oktober.